Niklaas, want daar beleeft de massatrouw onder leiding van de zwarte schepen Wouter van Bellingen zijn hoogtepunt. 700 koppels zijn door hem symbolisch opnieuw getrouwd, kussen elkaar nu en iedereen op de grote markt en er is massaal veel belangstelling, verbroederd door elkaar te knuffelen. Een symbolische actie, zegt Wouter van Bellingen zelf, tegen verzuring liever en voor verdraagzaamheid. Grote verbroedering en dans op de Grote Markt van Sint-Niklaas. En wie daar ook bij staat is Yves Ponnet. En die heeft de man bij zich waar het allemaal om draait, Wouter van Bellingen. Het is allemaal zo'n 5 minuten geleden gestart. Wouter van Bellingen heeft 2 vragen aan het publiek gesteld. Willen jullie met elkaar trouwen? 700 koppels riepen daarop ja. En dat was de 2e vraag van Wouter van Bellingen. Willen jullie door mij getrouwd worden? En ook daarop zei het publiek luidruchtig ja. Wouter van Bellingen, u moet zich vandaag wel erg zwart voelen. Want alle mensen die zijn hier omdat u een zwarte mens bent. Iemand met een zwarte huidskleur. Ik vind me vooral heel gelukkig en heel warm. Dat me dit de boodschap naar heel Vlaanderen en blijkbaar ook de wereld een signaal kunnen geven dat Sint-Niklaas en ook Vlaanderen tolerant is. Dat we gaan voor een open samenleving. Een samenleving die divers is en voor iedereen klaarstaat. Al deze mensen, daar kunnen we van uitgaan, dat zijn antiracisten. Het is fijn een feestje te hebben met mensen die hetzelfde denken. Maar kan u met deze mensen een punt maken? En welk punt hebt u vandaag willen maken? Wel, het punt is eigenlijk dat we met vereniging van Sint-Niklaas, die onder de vrijwilligers, dat we toch eigenlijk wel een signaal geven dat de meerderheid van de mensen toch wel gaan voor een verdraagzame samenleving. Dat is voor mij toch wel een belangrijk signaal. Dit is allemaal begonnen met 3 koppels die niet door u wensten gehuwd te worden omdat u een zwarte huidskleur heeft. Heeft u intussen nog met die mensen gepraat? Nee, nog niet. Misschien is ze wel aanwezig vandaag en ben ik heel gelukkig. En ik hoop dat ze de komende maanden of de komende weken ze met telefonisch of op een manier bekendbaar maken. En dat we misschien in gesprek kunnen gaan. En ik hoop nog steeds dat ze kan huwen, want ik wil echt een schepen zijn voor iedereen. Niet enkel voor de mensen die aanwezig zijn, want ik ben ook wel verantwoordelijk voor iedereen. Dus ik wil echt wel hopen dat het huwelijk het uitstel was, maar geen afstel. Is er racisme in Sint-Niklaas? Niet enkel hier, maar denk ik in heel Vlaanderen en zelfs in Europa. Maar ja, ik denk het belangrijkste is toch wel dat we hier duidelijk maken dat voor ons dat eigenlijk geen probleem is. Dat we gaan voor een positieve boodschap. Dat er meer mensen in die verdraagzaam willen zijn. En dat diversiteit realiteit is waar ze willen werk maken voor dit. Dat maakt me echt wel heel warm en heel gelukkig. U moet mij verontschuldigen wat ik nu ga zeggen, nee. Maar u bent van zero een hero geworden. En u wordt dus heel belangrijk voor uw partij Spirit. Wat gaat u doen tijdens de federale verkiezingen? Die vraag moet je niet aan bijstellen. Ik ben vandaag schepen Sint-Niklaas. Ik ga vandaag leden van dit feestje. De verkiezingen liggen niet aan mij besteed. Dus ik zal wel wachten wat de partij mij zal vragen. Als ze vragen staan op de senaatslijst, wat zegt u dan? Oh, dat weet ik niet. Ik moet toegeven dat ik te weinig van elke zaken weet. Maar we zullen bekijken hoor. Maar ik wacht. Ik ga vandaag feest vieren. Dan moet het nog schepen zijn. En de verkiezingen zijn denk ik volgens mij juni. Dat is nog lang te gaan. We gaan dit gesprek beëindigen, maar kijkt u eens naar het publiek en zegt wat u ziet. Ik zie gelukkige mensen, ik zie warme mensen. En dat is belangrijk. Ik denk dat we met deze woorden kunnen besluiten, lieve. Sint-Niklaas, ja, ondanks de kou inderdaad gelukkige mensen. Ik onthoud van deze bijeenkomst ook wat de journaliste van Arte zei in het journaal. Namelijk dat uit dit initiatief blijkt dat in Vlaanderen blijkbaar niet alleen racisten en separatisten leven. En dat is blijkbaar dan toch een beeld dat ze nu ook in het buitenland van Vlaanderen zullen onthouden door die manifestatie.